The Lion Sleeps Tonight. Ik ga eerst de rechterhand doen en dan de linkerhand. 1, 2, 3, 4. D, G en A. Het zijn drie akkoorden die je nodig hebt. Om het jezelf makkelijk te maken, kun je eventueel D zo spelen en G zo spelen. Dat is een omkering van het akkoord van G. Dat is gemakkelijker eigenlijk. Dus D zo en G kun je zo spelen. En A kun je in plaats van zo, kun je de la bovenaan leggen en dan kun je dat zo spelen. Dan speelt je D zo, dan G, dan D, en A zo dan. Dus met z'n twee handen samen klinkt dat als volgt. 1, 2, 3, 4. Einde kun je eventueel noten weglaten in de linkerhand. Hè. Dat je doet, dat kun je wel spelen. In plaats van zo te spelen, doe je dat eigenlijk zo. Hè. Bij La ook, bij het A-akkoord kun je zo doen. In plaats van zo, dat je die weglaat. Je kunt natuurlijk ook altijd gewoon grondakkoorden spelen, dat je zo speelt. Hè. Maar dan moet je veel meer verplaatsen. Dus als je dat vanaf het begin doet, dan is dat zo. Thank you.
moet eventueel nog eindigen met het akkoord van D, eventueel op het einde. Ja.